kut, sorry. Ik krijg toch die koude straf. Dat is dan inderdaad een straf van 110 maanden en een boete van 8800, als ik het goed heb. Ja, goed. En even kijken naar artikel 177 van de wetboek van strafrechten. De actieve omkoping. Ja, het feit om zeg maar, bij ons overkoepelend, omdat dat zeg maar, gewoon een straf is voor corruptie. Zeg maar. Ja. En het blootstellen van rijmen. Het hele ding is, onder artikel 177 staat op lid 1. Hij die een ambtenaar een gift of belofte doet, dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te laten. En lid 2, hij die een ambtenaar een gift of belofte doet, dan wel een dienst verleent of aanbiedt ten gevolge of naar aanleiding van datgene door deze in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten. Die zal ik ook wel even doorsturen. Zo, die staat er ook in. Als het goed is dat niet van toepassing, omdat dat betrekking heeft tot iemand die een ambtenaar een gift of belofte doet. Meneer is zelf een ambtenaar. Dan moet ik er even naar kijken. Ja. Oh, ik heb er dorst houden. We zitten hier al minstens 2 uur met deze zaak bezig te zijn. Ik heb het echt niet meer. Ik zou meteen nog even zeggen dat ik met geweld ben aangehouden. 3 keer ben vervoerd met handboeien. En zak over mijn hoofd terwijl ik geen gevaar meer was. En van kijk, die zak over mijn hoofd kan ik me nog voorstellen van een geheime locatie. Maar aangezien we van de haven naar het politiebureau gingen, is dat ook niet van toepassing. Die verhoring, die sloeg echt nergens op. Ja, ik was niet aangehouden en ben toch 2 keer vervoerd. Ja, dan ga ik zo meteen nog even aankaarten. Ja, ik zie dat niet. Dat je, ja, ik zie het wel bij jou staan, maar bij ons staat iets anders. Maar wat we doen is, we houden het dan bij die 272. Mm-hmm. En dan wordt het een boete van de 4e categorie, staat hier. Dus dan zal het 4e categorie. In plaats van 5e categorie. Dus dan zal de boete iets lichter uitvallen. Maar de straf blijft dan hetzelfde. Ja, is de straf... op 177 staat alleen een boete dan? Sorry? Staat er op 177 alleen een boete dan? Nee, daar staat ook wel een celstraf op. Maar bij ons staat die er zeg maar anders in. Dat artikel, zeg maar. Dus, En de volledige eis van 272 is wat precies? Ik zal hem heel even voor u voorlezen. Vermoeden dat hij uit het hoofde van ambt beroep op wettelijk voorschrift, dan wel van vroeger ambtelijk op beroep voorschrift, verplicht is te bewaren, opzettelijk schendt, hij die enige geheim waarvan hij weet, of, dit staat in zo verkrekt Nederlands, even kijken. Moet ik hem anders voorlezen? Ja, misschien dat hij bij jou iets beter in staat. Bij mij staat hij erin als... Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij het uit hoofde van ambtelijke beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambtelijk of beroep verplicht is te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste van 1 jaar of geldboete van 4e categorie. En dat zijn natuurlijk andere straffen, maar dat is het artikel. Even kijken, en dan bij ons, de boete van 4e categorie, die staat er bij ons ook. Maar bij ons staat er bij celstraf gewoon een max, zeg maar. Een max van 170. Dus, en dat is wat er op 272 staat? Ja, dat is wat er bij ons gewoon op 272 staat. Daar staat 170. Je praat echt Chinees voor mij houden. Maar er staat, even kijken. Pak even de mails er precies bij. Lees iets handiger. Ja, daar staat inderdaad een max op van 170. Ja. Maar momenteel is de eis 130, hè? Ja, 130 inderdaad. Met aftrek van wat hij dus zeg maar hier al zit. Dus 40 die, ongeveer. Dus dat zou 40 eraf gaan? Ja, 40 eraf gaan. Ja. En de boete? 4e categorie, dus die moet ik even uitrekenen. Komt er nou een boete bij of wat? Nee, vanaf. Oh... Nou, ik dacht dat er een boete bij kwam. Nou, dat is op de boete van 4e categorie staat als goed is een max van 22.500. Maar wat was de eerste? Hij is 10, toch? Volgens mij, dat ik zei. Ja, en dat was voor 272 en 177. Ja, precies.
kan die boete eventueel wel iets verlagen, maar het zal niet veel uitmaken. Ja. Ja, ik zou er eventueel 1200 vanaf kunnen halen. Mm-hmm. Dat is dan een totaal van 8800? Ja, 8800. Kijk, 8800, dat kan ik nog wel kwijt. Dan heb je dat allemaal meegeschreven, inderdaad. Even ter verduidelijking om te kijken of dat allemaal goed is opgeschreven. Meneer wordt dus verdacht van corruptie met betrekking tot artikel 272 van het wetboek van strafrecht, schending van geheim. De rechten zijn voorgelezen, dus dat hele stuk vervalt. Ik zal natuurlijk ook nog even de richtlijnen opvragen met betrekking tot aanhouding, handboeien en vervoer. Dat zal later geregeld worden. Stel voor, daar blijkt toch uit dat dit niet mocht. Hoe wordt dat dan rechtgezet? Nou, dat zullen we tegen die tijd wel kijken. Ja, dan komt er hoogstwaarschijnlijk een goede schadevergoeding voor de tijd dat u heeft verloren en alles erop en eraan. Maar dat zullen we regelen. Er zal een passende maatregel voor worden gevonden, inderdaad. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ik vind het echt enorm lastig dat er niet actieve rechter en OVJ en dat soort dingen zijn, weet je wel. Ja, klopt. Dat maakt inderdaad wel wat lastiger. Ja. Want dan veroordeel je iemand voordat er officieel een uitspraak is gedaan en dat soort dingen, maar dat is hoe het nu is, helaas. Klopt, ja. Dus, moet het nog maar even doen met de riemen die we hebben en dan... Precies. Wie weet in de toekomst. Daarom. Dus even kijken, dus momenteel is de eis dan met alles erop en eraf en eraan. 90 maanden en een boete van 8800. Een boete van 60 van 90? Volgens mij zaten we nog steeds op 130. 130 inderdaad, en dan... Oh, ik dacht dat het 130. Ja, ik bedoelde zeg maar de originele 170 min 40, dus dan zit je op 130. De max-eis is 120, toch? Gewoon in het algemeen? Hier in de stad, of? Ja, in het algemeen. Niet dat mij bewust is, maar... Dat is wat mij gisteren nog was, wat alles verteld. Door wie is jij dat verteld? ik weet zijn naam niet. Volgens mij was ze... Ik weet niet eens meer wat ze... Was het iemand van de politie, of...? Ja. Hij wordt inderdaad wel gepraat door... Maximaal... Die valt een beetje weg. Een beetje haperend. Inderdaad wel gepraat door gewoon maximaal celstraf. Alleen binnen het spookstuk actief. Zo, ik ben heel erg aan het haperen. Ja, het is echt heel slecht te verstaan. Het is net alsof je in Chernobyl woont. What the fuck? In het kort. Dat is een klapblokje in Sashmi. Ja, precies, ja. Hier is een klapblok. Kijk. Dat kan je het op je Sashmi klapblok gooien. Anders voelt het net als een flashback naar Chernobyl. Zo klonk het een beetje. Je meet er geen af, jongen. Poch. Zal ik de vragen voor de zekerheid? Lijkt me niet wel. Ik versta je nog steeds niet. Hoi, yo. Oh, ik denk dat jij een beetje hoge ping in je hoofd hebt. Of zo. Oh. Ja, zo kan je ook een gesprek voeren, hè. Ja, het scheelt nu dan ook 10 maanden, dus volgens mij moet ik niet zo super veel. Diego. Ja. Of kunnen wij zo nog even met z'n tweeën praten voordat ik... Dat kunnen we zo nog wel even doen, inderdaad. Ik ben ondertussen aan het navragen over de maximale straf. Ja, ik vind het prima om het voor nu bij 120 te houden. Alleen, ik weet niet zeker of het ook echt zo is. Maar voor nu vind ik het prima om in principe daarmee te gaan aanzien met 10 maanden. Ik heb antwoord van de Turk. Ik vroeg, wat is de maximale straf van de persoon? 120 maanden, dacht ik. En hij zei ja. Oké, nou, dan gaan we voor nu met 120 maanden, in ieder geval. Ja. Dus dat is in ieder geval de eis. Ja. Kijk maar even wat jullie daar nog mee willen doen. Ja. En dan horen wij het wel voor jullie. Goed, dan gaan wij even in gesprek. Jo. Ben ik hier staan? Wacht, even die deur moet dicht. Ja. Hey, ja. Ik heb meerdere vragen aan jou, hè? Om mee te beginnen, aangezien je nu toch met Turk bezig bent, kan je niet gelijk navragen over het vervoeren met staande houden en boeien? Ja, dat moet ik bij de korpsleider vragen, daar heb ik contact mee. Dat
Ja, want ik vind het eigenlijk best wel raar dat je gewoon staande gehouden kan worden. Ondertussen geboeid kan worden. Allemaal dingen afgepakt kunnen worden. Het is maar vervoerd volgens mij niet. Ja, nou ja, maar ik denk... Dat zullen we inderdaad navragen. Ik ben twee keer vervoerd. Ondertussen ben ik alsnog... Ook al mogen ze dat niet gebruiken, vind ik het alsnog apart dat ik ben ondervraagd in een kelder. In een schuurtje, wat ik ook bewijs van heb. Ik denk ook dat dat meegenomen kan worden eigenlijk. Verder heb ik de hele tijd meegewerkt. Ja, ik denk de helft van de dingen een beetje stug die hier gebeuren, zoals dat vervoer. En dat soort dingen. En vind ik het een beetje... Kijk, ik snap dat je er iemand voor ontslaat, dat snap ik dan weer wel. Maar eigenlijk het enige op basis waarvan zij mij nu een straf gaan geven, is dat er een bodycam is dat ik eigenlijk doorvertel. Terwijl wat over Blokkerpark wordt geroepen, ik dat eigenlijk maar aan één iemand doorvertel in de porto. Ja, het ding is, volgens artikel 272, is het is natuurlijk ja, beroepsgeheim waar het op neerkomt. Maar hoezo is het beroepsgeheim als ik duidelijk buiten dienst ben en het over Blokkerpark wordt heen geschreeuwd? Dan gaat er toch iets fout aan hun kant? Ja, dat is ook waarom dat jij het dan ook doorvertelt. Is dat ook fout voor jou? Dat is het lastige. Oh. Ja. Omdat het, ja, er staat natuurlijk, even kijken. Dat is je enig geheim. Er staat duidelijk enig geheim. Maar het was niet meer geheim. Als het over Blokkerpark wordt geroemd, lijkt het mij geen geheim. Het is alsnog een geheim, maar het feit dat iemand anders het roept, betekent niet dat het ineens geen geheim meer is, helaas. Volgens het wetboek. Dat is hoe het wetboek in elkaar steekt, helaas. Het is gewoon, ja. Oké, en stel voor, uiteindelijk blijkt alsnog dat het vervoer en zo niet mag. Ja. Wordt dan gewoon boete terugbetaald met een ruime schadevergoeding, aangezien ik onder 20 maanden heb gezeten, of? Ja, dat zeker. Dan wordt er gekeken hoeveel maanden er af zouden moeten gaan. En of er juist gehandeld is, wat de uiteindelijke straf zou worden. Maar het lijkt me eerlijk, in plaats van 120 maanden, of van maanden eraf, dan had ik eigenlijk helemaal niet meegenomen mogen. Precies. Totdat ze hadden gezegd, ik ben aangehouden. Dan heb je onterecht, heel veel tijd is er dan heel veel verloren gegaan. Dat wordt dan ook meegerekend met de schadevergoeding. En dat zou echt enorm hoog aan uitlopen. Het zal niet 2000 euro zijn omdat je bent meegenomen, zeg maar. Het zal tussen de tonnen inlopen. Zo. Ja. Dat moet. Ja, en terecht, want we staan hier ondertussen ook al een tijdje. En zij hebben onderhoud gemaakt. En je hebt gewoon altijd netjes meegewerkt. Ja. Niet tegenlopen stribbelen of wat dan ook. Maar dat verhoor zit me eigenlijk nog wel een beetje dwars, snap je? Ja. Want daar ben ik het ook mee eens. Zij weten nu wel gewoon alles van me, snap je? Ze mogen het niet gebruiken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De rest gewoon feitelijk gezien ben ik gewoon overhoord zonder advocaten bij en zonder dat ik ben aangehouden onder druk. Ja. Nou, de vraag die ze daar hebben gesteld, daar word je nou ook niet voor veroordeeld. Je wordt alleen dat veroordeeld. Dat weet ik, maar het is wel gedaan, snap je? Dat, dat laat een indruk achter. Dus ja, misschien kunnen we daar nu niks mee, maar misschien kunnen we dan anders morgen misschien even langs korpsleiding of zoiets hierover hebben. Dat gaan we ook zeker doen als hij aanwezig is. Ik vind dit echt wel een beetje apart dat ik gewoon word meegenomen terwijl hij duidelijk zei met staan gaan houden. Dat ik daarna, je hebt de beelden gezien, als jij niet weet waar je bent, dan is het letterlijk een kelder. Daar word ik neergezet. Ik sta ongeveer 20 minuten tot een kwartier met handen in mijn nek op mijn knieën. Terwijl ze hem ook gewoon op een stoel hadden kunnen neerzetten. Ik vind dat, ja, best wel apart. En zal hij ook gewoon hier binnen kunnen neerzetten, inderdaad? Ja, precies. En ik ben ook wel eens eerder op DSI bezig geweest. Daar hadden ze hem ook gewoon mee naartoe kunnen nemen. Aangezien het feit dat ik in een schuurtje in de middle of nowhere word gezet. En ze me dan gewoon een kwartier tot 20 minuten laten knieën met mijn handen in mijn nek. Dat vind ik echt wel... alsof ze een machtspositie willen laten zien, zeg maar. Precies. Daar had ik nog wat over gezien, maar ik weet niet of die open... Het lijkt me best wel normaal dat als jij iemand met zware wapens om je heen loopt, vier mensen, en je ergens wordt gebracht, je weet niet waar je bent, ondertussen moet je op je knieën zitten, en met je armen in je nek, is het best logisch dat iemand gaat praten eigenlijk, al helemaal als er vragen worden. Ja, daar zullen we zeker naar gaan kijken, ja. Want ik vind het heel raar dat er zo is gehandeld.
Kijk, als dat natuurlijk de richtlijnen zijn van dat het zo werd en dat het zo officieel het wetboek van Spring Moon staat, dan oké. Maar dat lijkt me niet dat dat zo erin staat. Dus, Nee, het lijkt me ook dat voordat je iemand helemaal gaat ondervragen... Kijk, het is normaal al dat als je iemand staan uit langs weg omdat hij te snel rijdt, dat je zegt... Ik ga je een paar vragen stellen, u hoeft niet te antwoorden. Mm-hmm. En ik ben notabene staande gehouden, ik ben 2 keer vervoerd, ik ben ondertussen 1 kwartier tot 20 minuten ondervraagd. Dat vind ik toch echt wel een stapje heftiger. Kijk, het is natuurlijk, stel je voor, je wordt staande gehouden bij een verkeerscontrole waarbij je te hard reed. Als een agent jou vraagt van ja, u bent niet verplicht tot tot antwoorden verplicht, maar wilt u nog een verklaring afleggen om waarom u zo hard reed? Dat zei ik altijd. Ja, maar hier waren ze gelijk opdringerig en ik werd gelijk meegenomen. Ik ben 2 keer vervoerd. Je werd behandeld alsof je al wat had gedaan, zeg maar. Ja, alsof ik al schuldig was. En ik weet niet of je, dat heb jij niet gezien, maar ik ben ook met geweld aangehouden. Ik ben gewoon op de grond gesmeten. Daarnaast er geen medische zorg of zo voor. Datgene wat handig is om te weten, volgens artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik weet niet wat dat was, maar... Dat was ik, die kamer weer om wat te laten zien. Even kijken. Daar staat, een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft het recht op om voor onschuldig te worden gehouden totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen nodig voor zijn verdediging zijn toegekend. Lid 2. Niemand zal voor schuldig worden gehouden aan enig strafrechtelijk vergrip op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekende op het tijdstip waarop de handeling of die het verzuim werden begaan. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Ja, oké. Kan ik jou dan nu even één ding laten zien? Ik weet niet of jij nu meekijkt in de gemeente, hè? Ik heb hem open, ja. Burgerauto's. Kijk, hier. Ik loop gewoon normaal rond, weet je. Ik doe mijn werk. Zet per ongeluk verkeerde hekje neer. Maar dat maakt niet uit. Wij dachten in eerste instantie dat dit burgers waren. Toen gebeurde dit. Dit is gestolen geld. Barry, kan je dan naar mij toe komen? Ik sta... Kijk, en ik word gelijk op de grond gewepen tegen een auto aan. Gelijk gegroeid. Ik zeg nog au. Werden gelijk zakken omhoog, boeien om en er vandoor. Daarna kwam ik in die kelder terecht. Er is mij verder niet om medische hulp of zo. Mm-hmm. En je zag hoe hardhandig het eraan toe ging. Ja, ik zie het inderdaad. Hebben ze gevraagd of je medische hulp wilt? Nee, ik kan je laten zien wat het eerst was als ze zeiden. Maar... Het is wel prima zo inderdaad. Ik denk dat we ze er even bij gaan halen. Ja, dus ik vind 120 maanden met een boete van 8800 euro met de dingen die hier zijn gebeurd. Nou, dan dat vervoer even laten zitten. Dan alsnog hebben we dat verhoor gehad, waar ik ook nog een klacht eigenlijk over wil indienen. Net zoals het vervoer bij korpsleiding. En, What the fuck? Dat ik gewoon op de grond ben gesmeten, ik ouw heb geschreeuwd en ik daarna alsnog geen medische zorg is gedaan. Yeah. Ja, dat... wil ik ook wagen dat we meegenomen. Dan gaan we dat doen. Zo. Joehoe. Waarom de fuck heb ik ineens zo'n FPS erop? Wat staat dit nou weer op? Kijk. Daar zijn we weer. Vertel. Ik heb mijn cliënt nog even gesproken inderdaad. Wat wel handig was. Daar heb ik ook de aanhouding mee kunnen maken. Die heb ik in kunnen zien. Daarbij weet ik ook dat is jullie werkwijze. Hoe je die hebt in kunnen zien? Die had hij op zijn Meneer zijn spullen zijn afgenomen. Dus ik weet niet hoe dat precies is geregeld, maar... Nou ja, wat ik te horen heb gegeven aan de DSI-collega's is dat meneer is opgepakt. Op dat moment is zijn koppelriem en portofoon en dat soort dingen afgepakt. Dus daarbij is ook zijn bodycam afgepakt. Bodycam zit vast aan mijn vest. Mijn vest is niet uit geweest. Je bodycam zit niet vast aan je vest, want die zit op de opening van je rits. Dus die zit niet vast. Dat is onzin. Maar die zijn dus in ieder geval afgenomen.
Dus in principe kunnen die bodycambeelden later wel ingezien worden, maar dan pas als wij die verrijken even in principe. Ja, we hebben namelijk heel zijn uniform en bodycam afgepakt, dus... Ja. Even kijken, hetgene wat ik wel weet, wat hij me ook heeft verteld buiten het laten zien, wat hij ook daarna zei. Wat ik ook op mijn Google Glasses bodycam heb staan. Is dat op het moment dat meneer tegen de grond werd gewerkt ook heel duidelijk au heeft geroepen. Op een best wel serieuze toon. Ik heb hem gevraagd Ik ben zelf niet bij de aanhouding geweest, dus nee, durf niet te zeggen. Het is hetgene wat ik alleen nou eventjes te horen heb gekregen. Daarbij vroeg ik mijn cliënt ook via ISO gevraagd of je medische hulp wilt. En hij zegt dat dit niet is gevraagd. Ik weet niet of dat klopt bij jullie. Dat lijkt me wel dat er wordt gevraagd of die medisch hulp wil nadat hij heel hard au heeft geroepen. Ja, zoals ik zei, ik ben zelf niet bij de aanhouding geweest. Ik ben pas gekomen vanaf het moment dat hij aangehouden is. En voor de huiszoeking is meegenomen, zeg maar. De hele tijd dat ik daar was, was hij eigenlijk vrij relaxed. Heeft hij tegen mij geen één keer pijntje of iets aangegeven. Dus ik was met een hersenschudding. Oh, what the fuck? Wat was dat? Wat? Ik hoorde in één keer heel hard wat vallen en mijn hoofd deed een beetje pijn. Nou, ik heb wel dat ik inderdaad ook een beetje hoofdpijn had, maar ik hoorde niks. Ja, ik hoorde in één keer alles vallen zo, alsof er 20 deuren in één keer tegen iets aanvlogen. Geen idee. Ja, apart, het doet het in ieder geval nog prima. Nou, het is inderdaad, u bent dan niet bij de aanhouding geweest. Kijk, als ik een hersenschudding heb opgelopen van iets waarbij ik tegen de grond ben gewerkt. Meneer vertelde ook dat hij met zijn hoofd tegen de grond is gevallen daarbij inderdaad. Waardoor hij dus ook au roepte, wat vrij logisch is. Als hij daarvan een hersenschudding oploopt, dat is niet iets wat je constant blijft voelen inderdaad. Je hebt een klein beetje hoofdpijn. Nee, ik begrijp u zeker. Maar als meneer het nodig vindt om het aan u te vertellen, snap ik niet waarom hij in al die uren dat hij nou in mijn bijzijn is geweest, het nog niet nodig vond om het mij te vertellen. Toen ik daar op mijn knieën zat, in die kelderschuur, whatever, heb ik gezegd of ik van mijn knieën af mocht omdat dat pijn deed. Toen zeiden jullie nee. Je hebt alleen gezegd, mag ik van mijn knieën af omdat mijn knieën pijn doen. Nou, je hebt niet voor de rest iets gezegd dat je ergens anders pijn hebt. En op het moment dat jullie waarnemen dat mijn cliënt pijn had, is er gevraagd of hij medische zorg wou überhaupt vanaf dat punt. Wat bedoelt u? Dat hij zei dat ik last heb van zijn knieën? Nee, of dat hij oude schreeuwde? Of? Nee, vanaf het punt dat hij inderdaad van zijn knieën vroeg. Ja, vanaf dat punt gevraagd of die meneer zorg. Werd gewoon op zijn knieën gezet. Dat is wat de DCB iedereen doet, zelfs als je minder valide bent. In principe. Dus zeg niet invalide, hè, minder valide. Daar zit een groot verschil tussen. Dus in principe moet je dat op dat moment maar gewoon even slikken en even doorbijten. We hebben op dat moment geen medische zorg aangeboden aan hem, omdat op die knieën zitten. En op het moment dat hij hier binnenkwam? Nee, ook niet. Wat ik zeg. We hebben meneer alleen rustig aan op zijn knieën laten zitten. We hebben hem ook gewoon rustig weer ervan afgehaald. We hebben niet hardhandig met hem geweest in een of andere manier. Nee, dat begrijp ik wat ook. Ik zeg, bij de arrestatie zelf ben ik niet bij geweest. Maar wat ik me zou voorstellen is, als hij het nodig vindt om het jou te melden, waarom zegt hij dan niet even tegen mij toen hij nieuwe kleren kreeg of iets in die richting, weet je wel? Ja, dat begrijp ik. Wellicht om hier jullie op te pakken of iets in die richting. Ik weet niet hoe dat zit. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is dus een beetje iets, zeg maar, wat... het werkt twee kanten op, snap je? Ja, je vraagt zelf geen medische zorg. Ik heb er ook niet voor gelezen dat hij recht heeft op medische zorg. Nee, klopt. Ik heb hem expres niet de medische zorg voorgelezen, omdat het moment dat wij hem aanhouden was heel vredig. En in ieder geval, het moment dat we hem echt aanhouden, hè, bij de parkeerplaats, was erg vredig. En heeft hij voor de rest niks van pijn gehad of iets in die richting. Dus nee, dat begrijp ik, maar dat soort rechten moeten wel ten alle tijde worden voorgelezen. Ondanks dat het gebeurd is of niet. Nou, zoals hier is uitgelegd in de stad, meneer, is het zo dat je iemand tackelt, tasert, misschien een slag met de knuppel geeft, dan moet je hem inderdaad die rechten aanbieden. Maar kijk, ik kan niemand die perfect Nederlands spreekt, ga ik ook geen tolk aanbieden, begrijp je? Nee, precies. Maar dus, ik ben getackled, dus. Nou, je bent niet getackled. Niet om mij in ieder geval, op dat moment dus. Ik kan niet getackled zijn door de DSU, dat kan. Nee, inderdaad. Dat zou kunnen, mijn excuses daarvoor, maar wat ik zeg, als u daar zoveel last van zou hebben, dan hadden wij dat denk ik in de tussentijd ook vast nog een keer gehoord. Het enige wat ik mij nu afvraag, en nu duidelijk is gemeld dat hij last heeft van zijn hoofd en vast uit de knieën, waarom is er nog steeds geen medische zorg geregeld nu dat wij hier staan? Nou, we moeten nog in gesprek zijn. Als meneer medische zorg nodig heeft, dan kan ik kijken of iemand aanwezig is. Kijk, als er niemand aanwezig is, dan houdt het voor mij ook op, zeg maar.
Ziet u die bult op mijn hoofd niet? Ik zie geen bult op je hoofd, dat u hier net ging omkleden, zag ik ook geen blauwe plek op. Ik zie ook geen bult of iets, nee. Nee, oh nou, nou maar niet, zit er echt een... Nou, het is wel een klein scheurtje in dit t-shirt, maar dat is logisch. Dit is oud-kleding. Bij mij heeft hij een t-shirt aan. Nee, ik heb een jasje en een broekje. Ja, ja, dat vond ik van tevoren. Ja. Het, what the fuck, dit is... Het drukte zeg maar op Y-spier en dan op... En zoals je ziet, heeft volgens mij niet eens een bodycam aan. Misschien onder het bulletproof vest, maar dat is dan allemaal in ieder geval in beslag genomen. Ja, hetgene wat ik me over ook al vraag, buiten dat dit zo is, nu gebeurt dit met kleding. meneer staat dit ook is niet op blote voeten. Voor zover ik weet, zouden er ook slippers beschikbaar moeten zijn, toch? Ja, dat is hem aangeboden. Hij heeft een hele bak gekregen. Een hele bak met gevonden voorwerpen, om het even zo te zeggen. Lachen daar waar hij niet zelf alles, zonnebrillen, slippers, oortjes, van alles. Maar meneer heeft zelf dit gekozen, dus... U zei, ik moest uitkiezen van alles wat er wacht. U zei opschieten, opschieten, opschieten. Terwijl ik daarna nog steeds 3 minuten moest wachten op mijn advocaat. Nou, ik heb in ieder geval geen opschieten tegen jou gezegd, maar... Oh, nou ja, ik kreeg een kledingminuutje op mijn Netflix te zien. Maar in ieder geval, hij heeft een hele doos gekregen met kleding. Hij mocht daar gewoon van alles uitzoeken in ieder geval. Mm-hmm. Dus het is niet bewust dat hij geen schoenen heeft gehad. Dus, nee, precies. Nee, ik probeer gewoon te kijken of alles goed is geregeld en dat soort dingen. Is het mogelijk om die bak zo meteen ook in te zien? Om te kijken of daar slippers in liggen? Ja, ik kan die bak... James, zou je die bak even kunnen pakken? Dan kunnen we die meteen even aan meneer de advocaat laten zien. Ter bevestiging. Ja, prima. Er ligt echt van alles in. Het is bijna een hele carnavalswinkel. Zeg, het liggen er zelfs heeft er misschien nog wat aan? Ja, ja, het ligt, van alles. Nou, ik kook als ik een boete van 10.000 euro moet betalen. Ja. Zoals je ziet, dit is de doos, meneer. Ja. Dit is de doos. Ja, het is de doos waarbij ik in het kledingmenu wordt gestopt, inderdaad. Ja, precies. Even kijken. Ja, dus ik moest haast of zo. Ik moest ineens tijdens het van, ja, we moeten wel opschieten, we hebben niet de hele dag de tijd of zo. Ik weet niet precies wat er werd gezegd. Ja. Maar ik kwam erop neer dat ik moest opschieten. En zoals u ziet... Waarschijnlijk bedoelden ze meer van, pak gewoon even snel iets, dan kun je het later altijd ik nog... Ik zie de slippers inderdaad, ik heb ze ook... Er zijn zelfs ook schoenen, volgens mij sloffen, dat soort dingen. Dus. Ja, kijk maar bij mijn voeten inderdaad. De slippers zitten ook gewoon goed inderdaad. Ja. Okay. De advocaat is echt mijn ziek geworden. Zo. Top. En dan is dat gewoon prima. Nou, hier zijn de slippers, meneer. Dan kan je niet gelijk de hand trekken. Ik vind het wel belangrijk. Je wil niet zien hoe het ziet terecht. Nou ja, die wordt hier altijd goed schoongemaakt. Hè. Mm-hmm. Eens even kijken. Ja, dan is dat wel helemaal prima. Het enige kleine stukje waar ik het nog even wou hebben. Is artikel 11 van de universele verklaring van de rechten van de mens. Dit met betrekking tot lid 1. Dat gaat over het recht totdat je onschuld is bewezen, zeg maar. Of onschuldig tot het tegendeel is bewezen, bedoel ik. Bij het moment dat er vragen werden gesteld in de zogeheten kelder /kamer, of hoe het ook benoemd mag worden. Voelde het een beetje aan, volgens de bewijsstukken die ik in heb kunnen zien. Voelde het een beetje alsof meneer neer werd gezet en dat er vragen werden gesteld waarbij het antwoord al in zijn mond werd gelegd. Waardoor het voelde alsof hij schuldig werd geacht zonder... Het beste hoe ik dat kan uitleggen, meneer, dat is gewoon een kwestie van interpretatie. Ja. Kijk, u heeft nou, natuurlijk ook van horen zien, zeg maar. Kijk, ik heb meneer inderdaad gewoon gemeld wat wij weten van hem. Daarna heeft hij het een en het ander tegen mij verteld. Waar ik natuurlijk daar aan de hand van zijn antwoord wel op heb geantwoord. Heb ik gezegd of hij dat normaal vond. Daarbij is het ook redelijk gebleven. Zoals ik al zeg, daar is geen schriftelijk verhoor van of iets. Het was gewoon even een vraag van collega's onder elkaar, want ja... Ik heb hem hier toch al een paar jaren, maanden zien rondlopen, zeg maar. Toch jammer als je altijd zoiets ziet gebeuren, hè? Bij collega's die het verkeerde pad op gaan. Dus ik heb me gewoon gevraagd of je dat normaal vond. Ik zal hem wellicht nog een kleine andere vraag hebben gesteld. Niet die ik me nu nog kan herinneren.
vraag die ik dan citeer is bijvoorbeeld, wat moet jij met Sonic? Nou, dat is gewoon een vraag die ik jou op de man afstel, als collega zijnde. Mm-hmm. Het is niet alsof ze vragen van, waarom heb je met Sonic dit en dit gedaan? Nee, ik heb niet tegen hem gezegd van, je wordt verdacht hier en hier van, waarom zit je bij hem in de auto of iets. Ik heb gewoon tegen hem gezegd, ja, maar wat moet je nou met die Sonic? Want dat is ook een agent die in het verleden corrupt is gegaan. Dus ja, weet je, dat is wel gewoon even iets wat ik wil vragen aan mijn collega. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook, zoals we zeiden, alles wat er werd gevraagd wordt niet meegerekend. Maar ik vond het wel belangrijk om over te benoemen inderdaad. Ja, precies. Ja, dan denk ik dat we wel tegen een einde aankomen, inderdaad. Op het moment wordt er dus inderdaad de matchstraf van 120 geëist, waarbij er 40 vanaf werden gehaald. Ik weet niet hoe het nou precies zit, hoe lang we hier al zitten, dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Het is wel belangrijk dat er gewoon af wordt gehaald van de tijd die hier uur. Heeft gezeten. Ja, kijk, weet je wat is de tijd? Hier vind ik nog een beetje lastig natuurlijk, hè, want het had korter kunnen duren, het ligt ook aan meneer zelf. Maar los daarvan, kijk, eerst was de straf natuurlijk veel hoger, dat zou dan verlaagd worden naar 120. Nou, 120 is voor nu even de max, heb ik te horen gekregen. Mm-hmm. Dus laten we zeggen, nou, 110 wil ik nog best aan meedenken, maar dan houdt het voor mij ook wel een heel eind. Ja, precies, ook aangezien het wel gewoon heel serieus. Zijn meegewerkt en zo. Ja, en ik neem natuurlijk het feit wat hij heeft gepleegd, neem ik ook gewoon heel serieus. Precies. Corruptie is niet iets wat je zomaar even afdoet met een paar maanden cel. Dus ik vind wel dat die 110 zeker terecht zijn. Ja, daarom. Het is, ik probeer vooral te kijken van of meneer netjes heeft meegewerkt of alles goed is gegaan. Ja, in principe heeft hij gewoon netjes meegewerkt. Dus daar is niks dus, dan ja, klopt het verhaal van McLean ook inderdaad. Sommige dingen. Netjes, iedereen heeft andere normen en waarden. Hij heeft niet lopen tegenstribbelen, zeg maar. Nee, hij heeft zich niet gezet. Verbaal vond ik af en toe wel een beetje brutaal. Mm-hmm. Maar dat is even. Ja, sommige mensen hebben inderdaad zo'n karakter. Kan ik begrijpen. Ja, ik ben ook niet helemaal bij die gevallen. Ik word naar mijn idee uit het niet natuurlijk opgepakt door DSI, terwijl ik al bij een overval sta. Dus dat is hectisch. Dan raak ik geïrriteerd, gestrest. Ja. Dat kan ik begrijpen. Daarom wordt dat een beetje. Word ik gevolgd, Tom? Oorzaak, gevolg, heet zoiets. Nou, oké. Okay. Ik heb wel eigenlijk nog één vraag. Mm-hmm. Daar wil ik sowieso wel mee gaan naar korpsleiding. Maar jullie zijn er juist, dus ik denk dat jullie daar op zich ook wel wat mee kunnen. Wordt er nog wat gedaan met de agent die over Blokkerpark heen schreeuwt dat Sonic wordt verdacht en zo snel mogelijk moet aangehouden worden vanwege vuurwapenbezit en deze kant op komt met alle agenten? Nou, ik ga daar geen uitspraak over doen, omdat het niet relevant is voor jou. Mm-hmm. Hetgene wat ik wel belangrijk vind om te melden, en dat had ook aangezien we het hebben gehad over de andere agent die in dienst was en informatie op een openbare plek verstrekte. Ik neem aan dat daar ook gewoon wat mee gedaan wordt. Je kunt natuurlijk niet vertellen hoe en wat inhoudelijk, maar ik neem aan dat er iets gedaan wordt. Kijk, ik vertel door wat hij zegt. Het ligt ook aan het ding of hij ook echt daadwerkelijk heeft geschreeuwd. Hè? Want ja, soms kan het van even anders. Hij moet natuurlijk wel gewoon in zijn porto kunnen praten. En daarbij is natuurlijk een stukje in- en uitdienst wel een heel groot deel. Maar hij zal naar gekeken worden. En verder kan ik daar. Ja, want het zal even niet op het bewijsstuk te zien zijn. Als hij het niet uitbundig zou hebben verteld. Op het bewijsstuk staat een man staat bij de parkeerplaats. Die kan horen wat een agent tegen mij zegt. Terwijl wij achter de bosjes stonden. Dus dan zou het voor de rest ook wat horen moeten kunnen zijn. Daarom, dat wordt gewoon opgepakt. Zo te horen, dat is goed. Ja, dan denk ik dat we tegen een einde aanlopen. Kut, sorry, ik krijg toch die koude straf. Dat is dan inderdaad een straf van 110 maanden en een boete van 8800, als ik het goed heb. Ja, correct. Helemaal goed. Heb jij nog enige verdere vragen, cliënt? Ja, daarbij wil ik natuurlijk wel vermelden, maar het spreekt natuurlijk wel een beetje voorzichtig van meneer natuurlijk oneervol en per direct op staande voet ontslagen is door de politie. Ja. Dat lijkt me logisch. Daarbij komt ook op zijn naam natuurlijk te staan waarvoor hij is veroordeeld en waarvoor hij is ontslagen. Dus ik ben daar wel van bewust voor in de toekomst. Ja, yes? Dat is duidelijk inderdaad. Top. Nou, dan zullen wij een beetje afstand nemen, meneer de advocaat. Dan kan de collega of trouwens ik het oplossen. Oh, meneer de advocaat, als u mij of morgen nog even contact met mij op wilt nemen over gesprek met korpsleiding.
Ja, dat zullen wij wel regelen inderdaad. Ik heb je nummer. Ja. Voor beide collega's, neem aan dat jullie me allebei horen inderdaad. Ja, ik hoor. Ja, ik heb alleen nog één vraagje. Waarom ligt daar een taser op de grond? Geen idee. Dat is wel heel erg gevaarlijk. Ja, helemaal aan gezien met blote voeten. Ik denk dat je het slippers loopt. Door de ogen moet zien. Tom zou even terugkomen, we kunnen komen. Ja, oké. Het ziet erbij als je, ja. Ik zal even hier staan, misschien dat helpt. Nee, dat zat op mijn koppelriem, maar die brandplusser zat niet op mijn koppelriem. Deze wel. Ik had de koppelriem afgedaan, maar dan die wapens zaten nog in mijn inventory. Zal ik eens proberen dan? Ik ga even door die rond duwen. Ja, dan kan ik hem over. Oh, niet eens vervoer voor deze speciale meneer. Nou, zo speciaal is het nieuwe toch? Kijk. Voel je vooral niet vereerd. Oh, dat werkt niet. Huh? En toen zat ik helaas in de cel voor 120 maanden, maar ik ben nog niet klaar. We pakken die agenten heel hard terug. We gaan de informatie alsnog lekken. En voorlopig zijn ze nog niet van me af. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet op het duimpje te drukken. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken om op de hoogte te blijven van deze serie. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Laters.